Mijn naam is Mirjam Coret. Ik heb de afgelopen jaren bij Jeugdbescherming Regio Amsterdam het veranderingsproces begeleid. Dit videocollege gaat over de vragen: hoe geef je handen en voeten aan de bedoeling? Hoe doe je dit met de medewerkers? En welke houding vraagt dat van iedereen binnen de organisatie? Ik ben Sigrid van der Poel. Ik ben bestuurder bij Jeugdbescherming Regio Amsterdam. In 2008 kreeg Jeugdbescherming Regio Amsterdam te maken met een enorme crisis. We hadden geen geld meer. Niemand had meer vertrouwen in alle leiders in de organisatie. De politiek had besloten om ons onder curatele te stellen en de inspectie had ons zelfs onder toezicht gesteld, omdat ze vonden dat wij ons werk niet op de juiste manier deden. Deze crisis was voor ons aanleiding om te denken: we moeten dus echt enorm radicaal gaan veranderen, want zo gaat het niet goed. Never waste a good crisis. Dus zijn we begonnen met een clubje enthousiaste managers om na te gaan denken over: waarom bestaat deze organisatie eigenlijk? Waarom vindt de maatschappij dat er een bureau jeugdzorg moet zijn? Want zo heten wij toen nog. Wij kwamen op een enorm mooi idee over dat de maatschappij zou willen dat problemen die nu nog van generatie op generatie worden overgegeven, dat die problemen echt in de kiem gesmoord zouden worden en voortaan ieder kind veilig zou zijn. En wij dus als organisatie overbodig. Kortom, de transgenerationele cyclus doorbreken. Dus totaal enthousiast ging ik daarmee naar mijn collega's bij het directieteam. En ik zei tegen hun: oké, dit hebben we bedacht. Toen zeiden ze: weet je, een man op Mars is wel erg ver weg. Laten we eerst eens even een man op de maan zetten. Dus laten we eerst eens met die veiligheid van die kinderen, zoals dat hier en nu speelt, laten we daar eens mee bezig gaan. En wij kwamen tot de conclusie: oké, de man op de maan voor onze organisatie is ieder kind blijvend veilig. En dat zijn we gaan bespreken met alle mensen in de organisatie. En iedereen had zoiets van: ja, volgens mij is dit wel waar het over zou moeten gaan. Dus daarmee hebben we toch als organisatie besloten om een hele ambitieuze mission statement te omarmen en daar het waarom van onze organisatie van te maken, de bedoeling. Toen we eenmaal het waarom beantwoord hadden, gingen we op zoek naar: en wat moeten we dan doen om ieder kind blijvend veilig te krijgen? In feite kwam het erop neer dat je een goede relatie moet hebben met het gezin. Wil het gezin zin krijgen om te gaan veranderen? Wil het gezin vertrouwen hebben dat het zin heeft om te veranderen? Daarnaast is het zo dat als je alleen maar je interventies richt, dus je hulp richt op één kind in het gezin, dat dat veel minder effect heeft dan wanneer je dat doet ten aanzien van het hele gezin. Dus het systeem rondom het gezin betrekt in je hulpverlening. En als laatste kwamen we erachter dat het type gezinnen waar wij mee te maken hebben, die heel veel problemen hebben en dus heel vaak heel veel hulpverleners die aan één specifiek probleempje werken, dat het daarbij heel belangrijk is dat die allemaal aan één en hetzelfde plan voor dat gezin werken. Kortom, waar we op uitkwamen was: één gezin, één plan, één medewerker. En dat was het antwoord op de vraag: wat moet je doen om ieder kind veilig te krijgen? Ik heb nu iets verteld over het waarom. Ik heb iets verteld over het wat. In de rest van dit videocollege ga ik iets vertellen over leiderschap op elk niveau en hoe je dat voor elkaar krijgt. Toen we het waarom en het wat hadden vastgesteld voor de organisatie, dachten we: hoe doen we dit eigenlijk? Hoe gaan we nou zorgen dat we daadwerkelijk ieder kind blijvend veilig gaan krijgen? En waarom is dat ons tot nu toe niet gelukt? En een van de ideeën die we hadden was dat het lag aan het leiderschap op ieder niveau, omdat het ons niet lukte om afspraak te laten zijn. Dus zijn wij als directieteam onze eigen nieuwe leiders gaan selecteren op basis van gesprekken over: wat ga jij doen om feitelijk iedere dag aan de missie te werken? Hoe ga jij zorgen dat de professionals op de werkvloer iedere dag bezig zijn met ieder kind blijvend veilig? Toen we de leiders hadden geselecteerd, gingen we door naar: welk werkproces past nu
bij één gezin, één plan, één medewerker. We wilden 10 professionals met Vanguard Nederland opsluiten in een kamer voor 3 maanden en daar een nieuw werkproces laten ontwikkelen. Tot nu toe werkten wij namelijk in 3 silo's: jeugdbescherming, jeugdreclassering en jeugdhulpverlening. Als je zegt ieder kind blijvend veilig en je doet dat volgens 1 gezin, 1 plan, 1 medewerker, moet er dus een nieuw werkproces ontstaan waarin die 3 silo's worden doorbroken. Want je richt je eigenlijk iedere dag weer op de veiligheid van kinderen in hun systeem. De 10 professionals die we selecteerden, selecteerden we op een soort informeel leiderschap. Want we wilden dat, nadat zij klaar waren met het herontwerpen van het werkproces, zij daarna degene zouden zijn die hun collega's mee zouden nemen in een nieuw werkproces. Dat zij dus mensen zouden zijn die hun collega's konden enthousiasmeren en ook konden overtuigen dat het mooi zou zijn om op de nieuwe manier te gaan werken. Deze 10 professionals schrokken enorm wat ze aantroffen toen ze in hun eigen casuïstiek doken, in hun eigen dossiers, vanuit de bedoeling. Ze gingen dus kijken in de dossiers, wat ik tot nu toe heb gedaan, heeft een kind veiliger gemaakt. Ze kwamen erachter dat in 60% van de gevallen de kinderen eerder onveiliger waren geworden dan veiliger. In 30% dat het ongeveer gelijk was gebleven. En slechts in 10% van de gevallen zagen ze dat het beter was geworden. Vanguard Nederland hielp ze om vervolgens naar de planfase te gaan. Als je dit merkt, dat het niet werkt tot nu toe, wat zou dan het ideale werk zijn? Hoe zou dat eruit zien? En op die manier zijn ze dus het nieuwe werkproces gaan ontwikkelen. Toen ze dat hadden ontwikkeld, zijn ze vervolgens naar hun collega's gegaan en zijn ze de nieuwe werkwijze gaan inrollen. En inrollen betekent dat je eigenlijk weer de check, plan, do met je collega's doorloopt en niet een blauwdruk over je collega's heen legt en zegt, dit heb ik bedacht en nu ga jij ook zo werken. Nee, je gaat weer in gesprek met, kijk eens naar je dossiers, wat helpt, wat helpt niet. En laten we op basis van wat je daarvan gezien hebt, nou eens het ideale werkproces ontwikkelen. Wat ook heel erg belangrijk was om te doen op dat moment, was dat iedereen zo depressief werd van de checkfase, dat ze zoiets hadden van, wat heb ik hier in godsnaam al die tijd gedaan? Dat we echt in de organisatie met elkaar in gesprek gingen over, hoe komt het nou dat het ons niet gelukt is en dat we dit niet eerder hebben gezien? En op deze manier zijn blijven werken jaren en jaren lang. Terwijl we nu zien dat het geen enkele zoden aan de dijk zet voor kinderen. En dat wel onze bedoeling is. Dus het is heel erg belangrijk dat je als leider je mensen als het ware onschuldigt. Dus tegen ze zegt of ook met ze bespreekt dat we allemaal goede mensen zijn in een slecht systeem. We hebben allemaal te maken met systeemcondities als wetten, protocollen, werkafspraken. Die maken dat je je anders gedraagt dan dat je idealiter zou willen. En eigenlijk moet je met elkaar het leiderschap tonen om al die ballast overboord te gooien en met elkaar een nieuw systeem neer te zetten. Een nieuw systeem zet je ook neer door kwestiemanagement te introduceren. En kwestiemanagement betekent dat als je ergens tegenaan loopt, bijvoorbeeld een wet of een protocol, wat maakt dat je niet kunt doen voor het kind wat nodig is, dan ga je daarmee naar je leider, je teammanager. En ga je bespreken van, zou jij hier wat aan kunnen doen? Als de manager denkt, dat lukt mij ook niet, dan gaat hij vervolgens naar het bestuur. En het bestuur kan desnoods zelfs met de wetgever gaan praten over dat het toch echt niet handig is om die wet op die manier toe te passen. We hebben het net gehad over hoe we het hebben aangepakt. Nieuwe leiders op alle lagen geïnstalleerd en aan 10 professionals gevraagd om hun eigen werkproces opnieuw uit te vinden. En nu gaan we door met hoe werkt dat dan ook in de dagelijkse praktijk op de werkvloer. Een van de belangrijkste dingen die de groep professionals had ontdekt was dat je niet zoveel moet vergaderen, maar eigenlijk maar 1 vergadering per week moet houden en die vergadering moet gaan over waar je voor bent, namelijk over de onveilige kinderen in gezinnen. Oftewel, die vergadering moet
een casuïstiekvergadering zijn. En in die casuïstiekvergadering moet je echt met elkaar kijken, zijn we op de juiste manier bezig? Zijn we dit kind echt veilig aan het krijgen? Om dat goed te kunnen doen, moet je op een andere manier metingen gaan gebruiken. He, normaal is het zo dat je eigenlijk een soort outputmetingen doet en een soort targets installeert. Dus bijvoorbeeld binnen 6 weken moet het plan van de aanpak klaar zijn. En daar moet een handtekening onder van de gedragsdeskundige. Je voldoet al aan zo'n target als je een leeg plan opstuurt met een handtekening. Dus dat kan niet de bedoeling zijn. Wij zijn op zoek gegaan naar betekenisvolle metingen. En de betekenisvolle metingen die wij hebben ontdekt voor onze organisatie was veiligheid en centrale lijn. De centrale lijn is de beschrijving van het einddoel dat je voor dit gezin voor ogen hebt. Veiligheidsmetingen die doen we gewoon op een schaal van 0 tot 10. En je bespreekt met elkaar van waarom vind jij dat dit kind op een 4 zit op dit moment. En wat ga je eraan doen om de veiligheid voor dit kind te vergroten. Eigenlijk is dat steeds de kern van bespreking voor ieder kind, voor ieder gezin. Binnen de casuïstiek gaan we altijd op zoek naar de oorzaken van de problemen die gezinnen hebben. Normaal heeft iedereen het altijd over oplossingsgericht werken. Ik hou niet zo van oplossingsgericht werken, omdat je dan de hele tijd van probleem naar oplossing gaat, maar de oorzaak niet wegneemt. Dus ik ben er erg voor om te kijken wat is nou de oorzaak van dit probleem en die oorzaak weg te nemen, zodat je definitief een oplossing voor een probleem hebt. Een voorbeeldje is bijvoorbeeld een vader die is ontslagen, daardoor is gaan drinken en daardoor losse handjes heeft gekregen en zijn kinderen slaat. Als je van probleem naar oplossing gaat, dan zeg je ik ga vader afleren om te slaan. Maar als hij aan de drank blijft of geen baan krijgt waardoor hij depressief wordt, dan ga je dat probleem nooit echt oplossen. Dus vandaar dat ik zeg, ga eerst naar de oorzaak en dan pas naar de oplossing. En door de teams verantwoordelijk te maken voor alle casuïstiek, dus met elkaar verantwoordelijk voor alle gezinnen die binnen het team spelen, maak je dat iedereen er gebaat bij is om heel goed feedback aan elkaar te geven. Om te zorgen dat iedereen daadwerkelijk zijn stinkende best aan het doen is. Want jij als professional moet misschien morgen een gezin overnemen van jouw collega. En dan wil je dat je dat op een goede manier kunt doen. En dat je niet allerlei schade moet gaan herstellen. Dus je wil met elkaar een bepaalde kwaliteit garanderen. Je wil met elkaar aan de bedoeling werken. Als leider op de werkvloer, op iedere laag, is het dus heel erg belangrijk dat je iedere dag je afvraagt van wat ik nu aan het doen ben, heeft te maken met waarvoor ik ook alweer naar mijn werk kwam. Wat heeft het te maken met ieder kind blijvend veilig, dat ik nu een gesprek heb over een bureaustoel. Het kan best een relatie hebben, maar je moet je wel bewust zijn dat je daar iedere keer weer een goed antwoord op moet hebben, op die vraag. Om dat te kunnen doen, moet je heel goed je hoofd leeg blijven houden. Dus je moet je niet laten afleiden en steeds weer die kern voor ogen houden. Behalve dat je je hoofd leeg moet hebben, moet je ook heel erg nadenken over de vraag en dus. Dat je die ook iedere keer weer aan jezelf stelt. Dat je niet blijft hangen in analyses, maar dat je eerst kijkt wat is hier de oorzaak. En wat betekent dat dus voor wat ik nu moet gaan doen? Dat kun je echt op ieder niveau kun je dat doen. Op ieder niveau moet je eigenlijk naar het werk komen met het idee van ik ga vandaag weer verschil maken. Ik ga gewoon weer ieder kind blijvend veilig maken. Hoewel ik onszelf steeds als voorbeeld heb genomen, is onze manier van werken hartstikke toepasbaar voor iedereen, op welk niveau dan ook, binnen de overheid. Vertoon leiderschap en vraag je af waarom doe ik dit werk? Waarom bestaat deze organisatie? Vraag je vervolgens af wat je dan moet doen om dat voor elkaar te krijgen en hoe je dat zou willen doen. En ga daarover in gesprek met iedereen binnen je organisatie om zo een beweging tot stand te brengen
en daar te komen waar wij ook uiteindelijk uit zijn gekomen. Dat we totaal gemotiveerd weer naar ons werk gaan en met heel veel plezier werken aan de bedoeling van onze organisatie.